Daar ben ik weer. Jij bent er ook weer. We zijn bij de tweede les aangekomen en je hebt zo net op de button gedrukt waarop staat dat ik een filmpje heb opgenomen waarin ik wat uitleg geef over die stoel die je steeds op de mail ziet staan. Nou, ik heb je stoel gewoon gezocht via Google en ik heb er eentje gevonden en ik weet al lang niet meer waar, want dat is al een tijdje geleden dat ik die stoel vond. Een zwarte stoel, een eenvoudige stoel, grijze achtergrond. En voor mij staat die stoel symbool voor een sobere, eenvoudige plek waar je gaat zitten. Waar je probeert alle afleidingen bij jezelf weg te houden om zo tot rust te komen, om zo aanwezig te komen, om zo aandachtig te worden. Dus niet meer afgeleid door van alles en nog wat, maar gewoon eenvoudig. Een stoel waarop je zit. En die stoel is de plek waar je je richt op de aanwezigheid van God. Nou, dit is een zwarte stoel. Het kan ook een mooie grote leunstoel zijn. Het kan een keukenstoel zijn. Het kan ook een bankje zijn ergens in de natuur. Of misschien wel een lekkere stoel in de tuin. Wat dan ook maar. Maar het gaat erom dat je een plekje hebt waar je kunt gaan zitten. En waar je de oefeningen doet die horen bij deze cursus. Het zou ook mooi zijn als het een vaste plek was. Hoeft allemaal niet per se, maar het kan wel echt helpen dat je zegt, nou, dit is de stoel waarop ik de aanwezigheid van God zoek in gebed en contemplatie. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. Misschien wil je er iets over delen, dan mag dat. Dan kun je een mailtje sturen. Stil mijn ziel, het leven in de kerk.nl. Je mag het ook gewoon voor jezelf houden. Je mag ook denken van, nou ja, zo'n stoel, dat hoeft voor mij nou niet echt. Dat kan voor mij overal wel. Ik kom vooral al wandelend tot rust. Dat kan zeker ook. Het kan ook gewoon de bureaustoel zijn waarop je zit. Ik zit nu op dit moment op een bureaustoel. Maar ik heb inderdaad in mijn kamer wel een lekkere stoel staan, een stevige grote stoel waarop ik vaak wat tijd doorbreng in Gods aanwezigheid. Nou, dat over de stoel. En nogmaals, het is dus een symbool van je verlangen om op die plek de aanwezigheid van God te zoeken. Ik hoop dat je weer veel hebt aan deze tweede les. En we zien elkaar ongetwijfeld weer een keer bij de derde les of de vierde les. Ik weet nog niet precies wat ik doe met filmpjes opnemen. Maar dit was in elk geval weer een filmpje over de stoel.